Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ben echt zoiets gaafs aan het maken. En dat komt vanuit een vraag van een van mijn klanten. En dat is een persoon. En die heeft een heel hoog bewustzijn, dat noem ik dan zo. En wat ik daarmee bedoel, is dat deze persoon in de coaching gewoon heel snel tot inzichten komt en heel bewust nadenkt en ook de opdrachten die ik haar meegeef als zijnde huiswerk. En zij is ook lid van mijn academy, doet een paar programma's bij mij. Maar oh my god, als ik dan lees hoe zij dat doet, niet alleen het tempo, het is gewoon verbazingwekkend. En heeft gewoon 3 kinderen en een gezin, runt in haar huishouden ook heel veel in de eentje. En nou, maar ze heeft ook gewoon lol in, ze kan er helemaal voor gaan. En ik zie dat niet heel vaak op een manier zoals dat bij haar is, trouwens. Ik kan het gewoon niet goed uitleggen. En ik vind het gewoon heel leuk om te zien. Want ik herken het in die zin ook bij mezelf. Maar ik kijk ook naar wat bij iemand werkt. En bij haar werken methodieken die haar bewustzijn aan de gang zetten. Of hoe zeg je dat? Die haar bewustzijn faciliteren. Zo ongelooflijk goed. Dus ik wil heel graag voortborduren op dingen die gewoon heel goed werken. En ik stel ook samen met een klant vaak samen van, goh, hoe kun je nou jezelf daarin faciliteren? Dat je dit in je dagelijks leven ook nog veel meer kunt doen. Ook bij andere vraagstukken, andere ontwikkeling en groei. En ik stel dan vaak ook iets samen voor iemand om uit te kunnen putten. Ook voor na de coaching. En ik heb natuurlijk een academy. Dat betekent dat ik daar heel veel online programma's, cursussen, trainingen en gewoon losse tools, methodieken heb. En dat doe ik niet voor niets. Meerdere redenen. Als ik op een gegeven moment merk dat ik voor klanten meerdere keren dezelfde handelingen verricht. Bijvoorbeeld iets klaarzetten. Gewoon een aantal opdrachten om te doen. Als ik meerdere keren doe, denk ik dat kan slimmer. Dat kan ik automatiseren. Plus, ja, als ik dat al doe voor meerdere mensen, dan zal er wel vraag naar zijn voor ook andere mensen. En misschien mensen die niet coaching bij mij doen. Of die juist een combi willen van datgene. Nou, ik heb haar beloofd, ik ga ook even wat dingen voor je verzamelen. Zodat jij gewoon allerlei soorten methodieken hebt om dagelijks je bewustzijn te vergroten. Om echt bewust na te denken. En ik zweer zelf heel erg bij een routine, een dagelijkse routine. Maar wel eentje die schaalbaar is. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat ik in een bepaalde tijd, die gewoon bij mij ononderhandelbaar is, die is er gewoon, dat is gewoon voor mij een gewoonte, doe ik een bepaalde routine. Alleen soms, als ik bijvoorbeeld een bepaald vraagstuk heb, ik loop ergens mee, of ik heb iets waarvan ik zeg, ja, daar wil ik even extra gas bij geven, of het thema bij mezelf uitwerken, dan kan ik als het ware die routine schalen. En dat betekent simpelweg dat ik een aantal methodieken kan kiezen waarvan ik zeg, ja, die doe ik er vandaag bij. Of daar ga ik deze week mee aan de slag. Maar dat is ook heel afhankelijk van wat er speelt. Ja, want er komen natuurlijk ook in je dagelijks leven, of in je werk, of in je relaties, of nou ja, wat dan ook, kom je dingen tegen. Dingen waar je van denkt, oeh, shit, dit is even een uitdaging. Of een probleem, hoe je het ook formuleert. Of, ik merk dat ik hier tegen een soort blokkade aanloop. Of, ik merk dat ik een beetje sleur heb. Of dat mijn energie laag is. Of wat dan ook. Er zijn altijd van die situaties. En ik vind het persoonlijk dan super gaaf en fijn om een soort gereedschapkist te hebben. Met allerlei tools die ik kan pakken. Ja, gereedschapkist is wel heel cliché, of niet, vind je niet? Maar ik heb nog geen briljant ander woord gevonden of andere metafoor. Maar het is gewoon fijn als je iets hebt waar je op terug kan vallen op het moment dat je het nodig hebt. Dus ik dacht, ik ga een soort bewustzijnscours maken. En daar zitten dan kleine methodieken. Ik noem het even methodiek, maar het kan net zo'n oefening, opdracht of een ik vind dit soort woorden, ik heb nogmaals nog steeds niet een goede beschrijving. Course, cursus, workshop, tool, methodiek, ik weet het even nog niet. Dus
mocht je een goed woord hebben, laat me komen. Maar in ieder geval een hulpmiddel, zullen we maar zeggen. Of een handvat, whatever. Ik mag van mijn business coach geen handvat zetten, want dat is echt een jeukwoord, zegt hij. Dus nou ja, tool is eigenlijk gewoon een ander jeukwoord, maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En ik ben voor haar dat aan het bouwen. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen. En ik dacht, ja, maar dit is natuurlijk iets waar iedereen, of niet iedereen, maar waar heel veel mensen wat aan kunnen hebben. Dus ik deel gewoon even alvast wat dingen die daarin komen. En één van mijn favoriete methodieken is eigenlijk de basis van coaching. En dat is het stellen van goede vragen. Het stellen van goede vragen helpt je echt ongelooflijk ontiegelijk veel in je leven. Zeg ook, als je het goede antwoord nog niet hebt gevonden, heb je gewoon de goede vraag nog niet gesteld. En we denken dat we goede vragen stellen. We denken überhaupt dat we vragen stellen. Maar heel vaak is dat het werk van ons onbewuste brein. Dat zijn als het ware automatische gedachten die in ons hoofd oppoppen. En die ons soms een hele dag of langer bezig kunnen houden. En dat zijn bijvoorbeeld vragen als, moet ik dit wel doen? Moet ik die niet nog een kans geven? Of kan ik niet beter blijven? Of moet ik niet meer tevreden zijn? Zal ik het wel doen? En waarom doe ik dit toch zo? En hoe komt het eigenlijk dat ik zo doe? Waar zou het door komen? Of ja, wat zou toch de reden zijn? Nou, dat zijn vaak van die automatische vragen en in veel gevallen zijn ze gewoon totaal niet functioneel. Maar het brein van ons, het heeft ook met die verschillende kanten in onszelf te maken, die blijft als het ware in een soort loopje dit soort vragen stellen. In de hoop dat er ooit een antwoord op komt. Maar je weet, net als ik, soms kun je heel erg lang over iets malen, piekeren. Soms dagen, soms zelfs weken of nog langer. En loop je met iets rond, je weet het maar niet. Het is nog steeds zo dat je niet voldoende tijd en aandacht voor je kinderen hebt. En elke keer voel je je schuldig en elke keer voel je je slecht. En dan neem je het weer voor om het te verbeteren. En dan stel je jezelf weer vragen, waarom doe ik dat toch zo? Waarom lukt het me niet zo? Maar ja, zo kunnen er zelfs maanden, jaren voorbij vliegen en het probleem is nog niet opgelost. Nou, en daarin kunnen een aantal dingen die in mijn bewustzijnscours komen ongelooflijk bij helpen. Allereerst, dat is je verlangen voelen en een helder beeld hebben van hoe bijvoorbeeld een oplossing eruit ziet. Maar die laat ik even voor nu achterwege, want dit gaat over vragen stellen. Maar als je bij jezelf merkt dat je als het ware een beetje blijft hangen in piekergedrag of malen of denken, hoe je het ook wil noemen, of in elk geval dat je probleem of je verlangen of je wens niet wordt opgelost, om het zo te zeggen, steek dan die energie en de tijd en de aandacht in het formuleren van goede vragen. En wat is de definitie van een goede vraag? Als die jou helpt. Als die jou verder helpt. Dat is simpelweg de definitie van een goede vraag. En het briljante van het stellen van goede vragen, ik zal je zo meteen een klein beetje helpen, is dat het op twee manieren hartstikke goed kan helpen. De eerste is, wel meer manieren trouwens, door echt na te denken over wat nu eigenlijk je vraag is, ja, moet je bewust nadenken. En heel vaak kom je erachter dat het ogenschijnlijke probleem niet het werkelijke probleem is. En het is wel zo fijn om je energie te steken in het oplossen van het juiste probleem. Vaak is er nog een onderliggend probleem of ligt het probleem op een heel ander niveau. Maar daar kom je alleen maar achter door je bewustzijn in te zetten. Het bewustzijn is het deel wat ons onderscheidt van de dieren. De dieren die hebben net als wij een onbewust brein, zullen we maar zeggen, wat heel instinctief is. En wat heel erg bestaat uit het aangeleerde en het aangeboren en nogmaals instincten. Maar wij als mens hebben ook heel veel aangeleerd en heel veel waarheden in ons onbewuste brein opgenomen. Maar heel vaak dient het ons niet. Of is het niet eens de waarheid? Of is het gewoon een waarheid? En helpt het je niet? Stagneert het eigenlijk alleen maar in waar je naartoe wil? Dat is op allerlei fronten. Want
als je alleen kijkt naar het vraagstuk, iemand die heel erg spijt heeft dat ze nooit genoeg aandacht heeft voor de kinderen. En dat is al jaren zo. En dat verandert niet zoals ze zou willen. Dat klinkt toch voor een buitenstaande gek. Van hoe dan? Hoe kun je dat verlangen hebben? Of zeggen dat je een probleem hebt? En hoe kan het dat je het niet opgelost krijgt? Dat heeft heel erg te maken met de programmeringen in ons onbewuste brein. En nogmaals, één tool om daarmee aan de slag te gaan, is het stellen van goede vragen. Nou, wat het voordeel van dat is, dus dat je heel erg goed moet nadenken. En daarom zeg ik ook schrijf of typ. Maar doe het alsjeblieft op papier. En waarom, of op in je tekstwerker. Waarom? Op het moment dat je het opschrijft of uittypt, dan zie je het ook verschijnen. En dan moet je ook echt nadenken hoe je de vraag goed formuleert. Plus het voordeel is dat je bijvoorbeeld een woordje kan markeren. Of kan omcirkelen. Bijvoorbeeld als je een open vraag stelt van hoe krijg ik meer energie? Op het moment dat ik zo'n zin op papier zet, dan gebeurt er bij mij van alles. Meer energie. He, stel dat je je brein echt inzet waar het voor bedoeld is, geeft instructies en stelt vragen. Dan kun je je voorstellen dat jouw brein wel een beeld moet hebben bij wat is energie en wat is meer energie. Want meer energie, dat kan 1% zijn. Wat is überhaupt energie voor jou? Nou, en dan ga je eigenlijk als het ware vervolgvragen stellen. Wat is energie? Hoe ga je merken dat je meer energie hebt? Waar ga je dat dan merken? Ja, wat is er dan anders? En wat verandert er in je leven door vervolgvragen te stellen en uit te diepen wat het is wat je echt wilt? En ook bijvoorbeeld waarvoor wil je meer energie? Hè? Wat, in hoeverre staat het je nu dan in de weg? Om ook de ware intentie te achterhalen. Net als die mensen die willen afvallen. Het is ook belangrijk om te achterhalen wat je werkelijke motief is. Jouw motief. En om daar een emotionele betrokkenheid bij te creëren. Maar goed, nogmaals, dat is een ander onderdeel van deze course. Goed, de vraag stellen. Ik wilde zeggen, oh, je hoorde me al. Maar de oh is van open vragen. De meeste goede vragen zijn goed. Open vragen. Niet altijd hoor, want gesloten vragen kunnen ook best wel functioneel zijn. Maar laten we even als basis open vragen nemen. Dus op het moment dat jij voelt dat je er ergens niet verder mee komt of blijft malen, ga dan een goede vraag formuleren. En de winst zit hem niet onmiddellijk in het antwoord of de oplossing, maar zit hem in het bewustzijnsproces. Ik start altijd met één vraag en dat is, wat is mijn vraag? Dat is mijn basisvraag. En dan denk ik ook heel vaak, oh ja, wat is mijn vraag? Wat is mijn vraag? Wat is mijn vraag? Dat is het moment waarop je het bewustzijnsproces in gang zet. Dat is het moment waarop je je bewuste brein aanzet. Dat is het moment waarop mensen in mijn sessie starten, bij wijze van spreken. Daar tel ik natuurlijk ook veel goede vragen. En ik werd afgeleid door mijn eigen brein, omdat ik dacht, ja, het is niet alleen maar het stellen van een goede vraag, maar het is ook de timing waarop je een vraag stelt en het doorvragen. Maar goed, dat even terzijde, maar dit gaat over jou, wat je zelf kunt doen. Dus open vraag stellen. Probeer je probleem maar eens te vatten in een vraag. Ja, stel dat iemand zou zeggen tegen jou, ik ga het voor je oplossen. Hè, laat het maar mij over, maar laat me even weten, wat is je vraag? En ik werk ook heel vaak met het geven van instructies, maar daar kom ik dan later nog wel even op terug. We blijven even bij de vraag. Ja, heel vaak zeggen mensen, wat is dan eigenlijk mijn vraag? En diegene die het voor jou op gaat lossen, ja, die moet natuurlijk wel heel erg specifiek weten wat jij bedoelt. Want anders kan hij wel aan de slag gaan, maar dan weet hij niet wanneer het voor jou opgelost is. En dat geldt voor je eigen brein ook. Hè? Jouw brein is als het ware een soort computer die dingen voor jou op kan lossen. En dat betekent wel dat je het goed moet instrueren en dat je de informatie moet geven waar het echt over gaat. Dan even het andere voordeel van het stellen van goede vragen. Het helpt enorm omdat je al door het proces van vragen stellen niet alleen zicht krijgt op waar het echt over gaat. Ja, ze noemen dat ook als de vraag achter de vraag. Maar dat je ook al antwoorden en oplossingen of oplossingsrichtingen, krijgt. Door het stellen van een vraag
word je bewust. En ga je vaak al nadenken en komen er al dingen uit. En dat is het briljante van het stellen van vragen. Dat hoeft niet per se. Heel veel mensen zeggen, hoezo niet? Je stelt toch een vraag om een antwoord te krijgen? Yes, dat is helemaal waar. En wat ik in ieder geval heb geleerd, op sommige vragen komt meteen een antwoord. En op sommige vragen niet. En waarom is dat? Omdat ook een computer een bepaalde verwerkingstijd heeft om iets voor je op te kunnen lossen. En je ziet ook vaak dat mensen bijvoorbeeld hardlopen en dat de bepaalde ingevingen, noem het dan maar op, dan tot stand komen of onder de douche of whatever. Je brein heeft soms ook gewoon even de ruimte en de tijd nodig om over iets te gaan processen, als het ware. En dat zijn vaak niet altijd de dingen die misschien voor jouw gevoel wat groter zijn of die op dat moment wel buiten je invloedssfeer liggen, maar je zit er toch mee. Ook dan, als je een goede open vraag gaat stellen, dus echt daarmee aan de slag gaat om dat goed te formuleren. Hè, de inspanning zit hem in het formuleren van de goede vraag. Dat is het meeste werk. Het antwoord is eigenlijk gewoon een gevolg van het stellen van die goede vraag. Het werk zit hem echt in het proces van het stellen van die goede vraag. En dat is ook waarom heel veel mensen het lastig vinden. Want ja, het brein wil het liefst energie besparen en zal vaak weerstand oproepen, uitstellen bijvoorbeeld, om dat te gaan doen. Maar goed, dat ga ik even nu niet verder uitleggen. In mijn andere podcast heb ik er wel meer over. Maar de goede vraag. Nou, wat bij mij en mijn klanten gewoon heel goed werkt. Hè, niet per definitie altijd komen meteen antwoorden. Nogmaals, dat hoeft ook niet. Je hebt ook nog een soort van incubatietijd, noemen ze dat wel eens. Maar op het moment dat je weet, dit is de vraag, hier gaat het over, is het ook de kunst om je boekje dicht te doen of je tekst of je beurtbestand of zo te sluiten. En dan je aandacht te richten op dat waar je bijvoorbeeld wel invloed op hebt. Op dat wat, nogmaals, binnen je invloedssfeer ligt. Of iets wat je goed gevoel geeft. Dat geeft ook echt een super fijn gevoel, omdat je dan toch meer regie hebt over je leven. Plus, je brein leert. Hè? Als jij dit continu doet, dan is eigenlijk jouw vraagstuk als het ware geborgd in dat schriftje, in een blokje of in je tekstwerkingsprogramma, als je daar natuurlijk ook echt mee doorgaat. Dus het scheelt al heel veel piekertijd doordat je brein weet dat je ermee bezig bent, dat het geborgd is, dat het iets is wat een terugkerend iets is waar je mee aan de slag bent. En dan hoeft dat brein van jou ook niet de hele tijd in een loopje jou te reminderen. Ik zeg ook heel vaak dat als je overdag te weinig denk- en reflectietijd hebt, zie je vaak dat mensen wakker liggen. Of wakker worden of niet in slaap kunnen vallen. En dat is eigenlijk ook omdat onze innerlijke denker, noem ik het maar even, als die overdag niet de gelegenheid krijgt om ergens mee bezig te zijn, iets wat bijvoorbeeld wel belangrijk voor je is, dan zoekt hij de ruimte. En die ruimte is er heel vaak in bed. Dus dat bezorgt mensen letterlijk en figuurlijk slapeloze nachten. Veel wakker liggen of onrustig zijn met alle gevolgen van dien. Want bepaalde gedachtenloopjes kunnen er ook nog voor zorgen dat er bepaalde stress of als het ware actiehormonen worden opgewekt. Opgewekt, nou ja, dat klinkt een beetje gek. Bijvoorbeeld cortisol. En dat is nou net niet het jee van een slaaphormoon. Goed. Dit stellen van vragen is een van de bewustzijnsmethodieken die je in kunt zetten. Maar het zorgt er ook voor dat je als het ware, net als de meeste mensen dat in huis ook doen, zorgt dat je hoofd opgeruimd blijft. Want als je maar gewoon dat onbewuste gedachtenproces zijn gang laat gaan, dan wordt het eigenlijk één grote stoffige vieze rommel in je hoofd. En dat is vast wat je wel herkent. Het is druk in je hoofd en kost veel energie en je bent er met de kop niet bij. En ja, en meestal, de meeste mensen die houden hun huis netjes. En als het troep ligt, pakken ze even de stofzuiger. En hebben wel bepaalde routines als het gaat om het huishouden, om de boel een beetje op orde te houden. Maar in ons hoofd doen we dat niet. We doen het bijna niet gewoon.
Het schijnt dat we ongeveer 96% van de tijd dan regeert ons onbewuste brein. 4% ons bewuste brein. Dat is natuurlijk heel weinig. En er zijn ook allerlei redenen voor, ga ik nu eventjes niet op in. Maar je kunt het trainen. En heel veel mensen zeggen, ja, maar dat kost toch heel veel energie? Ja, dat klopt. In het begin zeker. Zeker, absoluut. Ga ik niet ontkennen. Het is ook absoluut niet makkelijk. Goede vragen stellen, goede vragen formuleren is echt niet makkelijk. Zeker niet. Is ook zo. En ik help hem het liefst als je er zelf niet doorheen komt, bij wijze van spreken. Maar laten we eerlijk zijn. Je onbewuste brein, met al die verschillende gedachten en piekeren en er niet met je kop bij zijn en noem het allemaal maar op. Ja, dat is lekker fijn. Dat kost zeker geen energie. Dit is dus investeren. Dat is wat mensen ook doen met coaching. Omdat ze snappen dat het als het ware op de automatische piloot gewoon niet gaat lukken. Of in ieder geval niet genoeg. Iemand moet ze even uit die automatische piloot halen. Ja, en als iemand bij mij zit, ja, dan heeft iemand beslissing genomen. Iemand zit daar. Ik heb nog nooit iemand weg zien rennen omdat ik een rotvraag stelde. Of nee, iemands bewuste brein wordt aangesproken. En we gaan gewoon door. En dat kan je zelf ook. Nogmaals, niet iedereen. Niet iedereen heeft die motivatie of discipline of wat het dan ook mogen zijn. Dat gaat niet, ook niet voor iedereen zijn online programma's, online methodieken geschikt. Absoluut niet. Maar, even terug naar die open vraag stellen en dan niet meteen een antwoord verwachten. Ik doe heel vaak, als ik denk van, ik heb mijn vraag zodanig geformuleerd dat het inderdaad de vraag is waar het over gaat. Ja, dan soms komt er gewoon geen antwoord. En dan doe ik mijn boekje dicht. En dan vertrouw ik mijn brein compleet dat het antwoord wel opkomt. Ik ben ook zelf nog wel heel erg fan van de wet van de aantrekkingskracht. En heel veel mensen die vinden het heel zwevig. En dat snap ik van in het begin ook. Toen durfde ik niet helemaal niet te zeggen dat ik daarmee bezig was. Maar eigenlijk in wezen werkt het hetzelfde als je brein. Zou je kunnen stellen. Het gaat vooral om wat wil je wel. En stel goede open vragen. En dat gaat nog veel verder. Daar gaat het niet over. Maar ik speel met allebei. En waarom? Omdat ik heb gemerkt dat niet alles wordt beantwoord of opgelost door mijn eigen brein. En ik merk ook al stel ik een goede open vraag. Het is heel vaak zo dat de antwoorden op een andere manier bij me binnenkomen. Of ik krijg in één keer een mailtje. Over een bepaald onderwerp waardoor ik weer verder kan. Of iemand belt mij. Of het wordt op een andere manier opgelost. En dan kun je zeggen, het is nog steeds je brein. Hè? Want als jij open vragen stelt, dan gaat jouw brein wagenwijd openstaan. Om mensen en dingen en kansen en mogelijkheden te signaleren. Die een bijdrage zullen leveren aan jouw oplossing. Dus het is ook wel echt wel een manier om je brein in te zetten. Je haalt het eigenlijk een beetje van de tunnelvisie af, zullen we maar zeggen. Nog meer. Ja, ik zou bij wijze van spreken, maar dat kan mijn telefoon niet aan. Want er zitten nog zo andere podcasts in. Maar nog wel de hele avond door kunnen lullen over open vragen stellen. Vooral goede vragen stellen. Vragen stellen, nogmaals, is een bepaalde routine. Tenminste, je kunt er een routine van maken. En je kunt zo klein of groot mogelijk maken wat je wil. Hè, al zou je jezelf elke dag één goede vraag stellen, merk je eigenlijk al best wel dat het best wel wat van je vraagt. Maar dan kom je wel in die modus. Nou heb ik dus nu een module af waarin ik jou leer om die goede vragen te formuleren. En ook om instructies te geven aan je brein. Want dat is net even weer een andere tak van sport. Maar er zijn ook nog, ik heb sowieso modules bijvoorbeeld in mijn communiceren kun je leren. En stel jezelf en andere goede vragen. Heb ik ook allemaal voorbeeldvragen. Heb ik allemaal soorten vragen. In de communicatieopleiding is dat, of training is dat natuurlijk heel anders opgebouwd. Want gaat het over bijvoorbeeld echt leren luisteren. En jezelf kunnen uiten en profileren, of hoe je het wil noemen. Door middel van dingen benoemen. Maar ook open vragen stellen. Dus dat heeft net weer even een andere, net even met een andere doelstelling als het ware. Stel jezelf een andere goede vragen. Dat is ook een module. En dat gaat er heel erg over dat er allemaal soorten voorbeeldvragen zijn. Voor allerlei situaties.
oplossingsgerichte vragen, inzichtvragen. Als je merkt dat twee mensen heel erg aan het discussiëren zijn, kun je bijvoorbeeld een inzichtvraag of een pragmatische vraag stellen. Hè? Wat is eigenlijk jullie doel? Wat gebeurt hier? Of hoe willen jullie straks uit elkaar gaan? Of nou ja, whatever. Er zijn allemaal soorten vragen, zijn gewoon eigenlijk geweldig. Ik kan er heel lang over doorpraten. Ik moest het gewoon even delen wat ik eigenlijk mee wil geven. Ik heb nog wel meer podcasts die gaan over vragen stellen. Ik zal de linkjes wel even hieronder zetten. Maar misschien wel leuk. En het is nu... wacht even, moet ik heel even spieken? Ja, even voor de zekerheid. Want ik had vandaag geen sessies. Want ze zijn weer aan het verbouwen bij ons thuis. En dan snel of die datum wat minder goed blijft hangen. Normaal schuif ik hem meerdere keer op een dag op. Het is nu 18 juni 2021. Ik ben die course aan het maken voor een van mijn klanten. En uiteindelijk natuurlijk om het voor veel meer klanten in te zetten. Nou heb ik denk wel iets leuks. Maar dit is alleen maar geldig tot over 2 weken. Dan moet ik even denken, dat zal ergens eind juni zijn. Want dan is 100% zeker deze hele course af. Deze klant heeft al toegang. Dus die mag als allereerste al meedraaien. En die kan al starten. Maar die ziet dat er continu iets bij komt. En dat ik een beetje aan het fine-tunen ben. En die is wel iemand die af en toe ook even aangeeft dit en dat een feedback geeft. En ik zit te denken, het is misschien leuk om dat voor een aantal mensen, zeg 10, ook te doen. Ik moet nog even kijken hoeveel mensen trouwens, of daar überhaupt echt een groot limiet op zit. Maar in elk geval om met een aantal mensen te starten. En dan krijg je toegang tot een laag bedrag, hè, omdat het nog in ontwikkeling is. Ik zit alleen even te denken, wat ga ik er... Want het wordt een programma, ik denk, van een paar honderd euro. Ik weet nog niet exact wat. Het is meestal aan het einde dat ik denk, hè, wat is dit waard? Wat zijn de resultaten die mensen hierdoor krijgen? En dan bepaal ik de prijs. Maar laten we zeggen, zolang het in ontwikkeling is, dus ongeveer nog een week of 2, dan mag jij, als jij dat wilt, voor 50 euro... toegang krijgen. Ook leven lang. Hè? Want als je toegang hebt, heb je gewoon toegang. En het enige is dat je ziet dat het in ontwikkeling is. Je kunt gewoon starten, maar je ziet er elke keer iets nieuws bij komen. En je hebt ook nog de gelegenheid om input te leveren. Om te zeggen, oh, maar ik heb een bepaalde situatie. Kun je me even helpen? Hoe zou je dat dan doen? Ja, want ik hou ook heel van voorbeeld. Hoe zeg je dat? Casussen of cases. Je snapt wel wat ik bedoel. Dus dan heb je ook nog de gelegenheid voor een paar mensen trouwens. Want dat moet natuurlijk wel kunnen opstukken. Maar om bijvoorbeeld input te leveren. Misschien heb je wel een voorbeeld waarvan je zegt, dit is nou zo'n vraagstuk. Hoe ga ik dit dan doen met bijvoorbeeld een formulier van goede vraag? Of welke instructies kan ik dan aan mijn brein geven? Of welke methodiek zou hier dan het beste bij passen. Nou, dit is dus, het heeft wel een geldigheidsduur. En ik weet dat deze podcast natuurlijk veel langer meegaat. Dus misschien luister jij hem wel in 2022, who knows. Dan staat sowieso ook het linkje hieronder. Dus dan kun je inmiddels de course ook gewoon kopen en gaan doen. En luister je het wel voor eind juni, dan meld je even. Dan zou ik zeggen, app me even of mail me even dat jij graag toegang wil. Dan, ik zet ook wel even het linkje hieronder, dan kun je je inschrijven. En kijk wel even hoe hard het loopt. En ik zet hem op een gegeven moment gewoon op slot. Want nogmaals, het moet natuurlijk voor mij wel te doen zijn dat het niet overspoeld wordt. Zometeen met input en vragen en dingen. Dus dat, oké. Okay. Nou, nogmaals, vragen stellen verandert je leven. En vragen stellen is een onderdeel van bewustzijn, bewust werken met je brein en voor de mensen die er toevallig mee bezig zijn. De wet van aantrekkingskracht werkt ook op basis van goede vragen. Oké, nou, ik ga even de zonneschermen gauw naar binnen halen, want het begint te regenen. Daar zijn ze niet voor gemaakt, heb ik begrepen. Ik wens je een hele fijne dag en heel graag tot de volgende keer. Doei!